Voices and Choices, un programa dinámico, un programa educativo, un programa que toca tema social y de interés general. Voices and Choices. Welkom vandaag bij Voices and Choices hier bij Mumba Beach. We zijn hier voor een programma van educatieve aard. En als gast hebben wij vandaag mevrouw Linda Reinders. Welkom in het programma. Dankjewel. Linda, je bent journalist en schrijfster. En vandaag in het programma speciaal om aan een boek te wijden wat je net hebt gepubliceerd. Klopt. Ja. Voordat we daarover gaan hebben, vertel ons eens over wat jou heeft bewogen om eigenlijk het boek te schrijven. Nou, wat mijn inspiratie was om tot het boek te komen. Dus ik ben hier in 2009 op Aruba gekomen. Aha. En het viel mij gewoon meteen op dat hier zoveel mensen door elkaar heen wonen, werken, leven. Ik zag zoveel kleuren, zoveel verschillend eten. Ik hoorde verschillende soorten muziek. Ja. En ik denk, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ik kom natuurlijk uit Nederland. Daar heb je natuurlijk ook heel verschillende nationaliteiten. Maar die zijn toch meer in hokjes gedeeld. Je hebt bepaalde wijken waar bepaalde groepen eigenlijk wonen. Ja. Hier, ik woonde hier in een straat met wel 8 verschillende nationaliteiten. Okay. En het viel mij op dat de Arubaan zelf eigenlijk zo vriendelijk en open tegenover al die verschillende mensen stond. Mm-hmm. De Arubaan is ook nieuwsgierig, vond ik. En ik vond het iets heel positiefs. Dus ik kwam bij de Amigo te werken en ik denk, nou, kunnen we niet iets doen met die verschillende gezichten van Aruba? Die verschillende kanten, die verschillende kleuren van Aruba. Mm-hmm. Want ik zag natuurlijk ook de mooie stranden en de palmbomen, maar ik wilde graag Aruba op een andere manier laten zien. Ja. En dat is het begin van de rubriek Aruba Cocktail in de Amigo. Die heb ik wel eens gelezen. Ik vond het altijd heel interessant. En nu heb je dus een boek geschreven. Hoe lang heb je erover gedaan en hoe ben je te werk gegaan? Het idee was geboren eigenlijk door wat ik net vertelde. Toen dacht ik, nou, ik moet die mensen vinden natuurlijk, die verschillende nationaliteiten. Uh-huh. Dat was niet zo moeilijk in het begin. Hoe benaderde je ze? Ja, ik had eigenlijk allemaal via. Okay. Ik wilde geen oproep op Facebook, want wat ik wilde was het dat mensen zich openstelden graag. Uh-huh. En dat ze hun verhaal ook vertelden. En dan moet je wel een klik hebben met iemand. En je moet wel een vertrouwensband ook op dat moment hebben. Dus het waren wel mensen die ik via kende. Ja. En daardoor kreeg je al eigenlijk een soort van gevoel bij degene. Of degene had het gevoel bij jou van, oh, dat zit wel goed, de basis. Mm-hmm. En al pratende stelden mensen zich steeds meer open. En dat was heel bijzonder. In het begin was het niet moeilijk, want de grote groepen. Hè, ik ben begonnen natuurlijk met een Arubaan, Nederlander, Colombianen, Venezuela. Maar uiteindelijk werd het steeds moeilijker, want ik heb er meer dan 85 gedaan. En toen was ik echt op zoek naar die paar mensen uit Chili of die paar mensen uit dat kleine eiland in de Cariben. En dat werd wel steeds moeilijker. Dus op een gegeven moment moest ik wel stoppen, omdat het te veel tijd vergde en er ook nog andere bezigheden waren bij Amigo. Dus. Ja, ik zie dat je in de achterkant hier, heb je al die nationaliteit eigenlijk gepubliceerd. En ik zie eigenlijk dat, dus dit zijn de mensen die je eigenlijk hebt geïnterviewd, de nationaliteiten, of is het gewoon een overzicht? Dit is een statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja. En dit geeft echt aan hoeveel aantallen mensen eigenlijk per nationaliteit hier op het eiland geregistreerd staan. En dat zijn er, zoals je ziet, heel veel, meer dan 100. Ja. Ik heb ze niet allemaal kunnen doen, maar ik heb toch wel heel veel. Een heel groot gedeelte. Ja. Klopt. En het boek heet eigenlijk We Are Aruba.
wereldse levensverhalen van eilandbewoners. Ja. Je hebt dus de interviews allemaal zelf gedaan? Ik heb elk interview zelf gedaan, klopt inderdaad, ja. Wat is je het meeste bijgebleven van al die gesprekken eigenlijk? Ik kan niet zeggen dat het er één is. Mm-hmm. Ik vind het eigenlijk allemaal zijn life stories. Ja. Dus het zijn allemaal hele persoonlijke verhalen. Ja. Maar er zijn er wel een paar die bij mij heel erg zijn blijven hangen natuurlijk. Ja. Degene is bijvoorbeeld de Haitiaanse. Ja. Die hier echt alleen gekomen is, haar kinderen heeft moeten achterlaten. Eenvoudigweg omdat ze dus echt geen eten meer kon betalen voor haar eigen kinderen. Mm-hmm. En haar zoon is toen in die hele aardbevingtoestand van Haiti terechtgekomen. Mm-hmm. Ze had geen contact met hem. Ze wist niet of hij nog leefde. Dat heeft ze me allemaal verteld. En daar kwamen natuurlijk ook tranen bij. En mm-hmm. dat zijn verhalen die heel erg pakken natuurlijk. Ja. Uiteindelijk zijn ze nu allemaal bij elkaar. Dus dat was gewoon heel mooi. Ik was daar ook met de zoon en de dochter en de moeder. Ja. Dus dat hele verhaal bracht veel emoties teweeg. En dat heeft bij mij ook wel een impact gehad. Maar er zijn ook andere verhalen. Het verhaal van de Zuid-Afrikaanse die hier zeilend naartoe gekomen is. Ja. Vanuit Zuid-Afrika die daar dook met witte haaien. Dat was haar werk. Hier duikt ze ook, maar met toeristen. Heel ander verhaal. Oké. Ja, eigenlijk zijn het allemaal juweeltjes eigenlijk. Ja. Het zijn allemaal verhalen uit het leven gegeven. Waar mensen eigenlijk hun journey vertellen, hun vertrek uit hun eigen land. Ja. Vaak gedwongen. Soms was de politieke toestand, zoals de Libanees. Ja. Die zei, het kon niet meer. Ik kon niet meer in mijn land veilig met mijn gezin blijven wonen. Mm-hmm. En soms hebben mensen gewoon zoiets gehad van, nou laat het eens ergens anders proberen. Want we zijn hier niet gelukkig. Ja. Iedereen is op zoek naar hetzelfde. En ja. het is geluk, veiligheid ja. en een thuisbasis. Ja. En het mooie vind ik eigenlijk, en de gemene deler van al deze mensen, is dat ze zich dus thuis voelen op Aruba. Mm-hmm. Vandaar ook de titel We Are Aruba. Mm-hmm. Ze zijn hier gekomen en ze zijn niet meer weggegaan. Wat voor vragen stelde je eigenlijk aan de geïnterviewden? De vragen waren, waar kom je vandaan? Ja. Ik wilde graag een stukje weten over hun land. Mm-hmm. Waarom ben je weggegaan? Mm-hmm. Met wat voor verwachtingen, wensen, hoop, dromen kwam je naar Aruba? Mm-hmm. Wat is daarvan uitgekomen? Wat vind je positief aan het leven op Aruba? Mm-hmm. En wat is je wens voor de toekomst van Aruba? Dus dat wilde ik heel graag in beeld brengen. Ja. En daar kreeg je hele verrassende antwoorden op. Ja. En die interviews die geschieden alleen met de geïnterviewde of ook met het gezin? Of, dat hing er vanaf. Soms was ik met de geïnterviewde zelf. Ja. Maar bijvoorbeeld in het geval van de Filipijn kwamen zijn twee zoontjes mee. Mm-hmm. Soms had ik een hele groep mensen om me heen zitten. Ja. Het was echt heel, het verschilde heel erg. Maar het maakte mij niet uit. Ja. Wat ik belangrijk vond is dat de persoon zich op zijn gemak voelde om zijn verhaal te vertellen. Ja. En soms zet ik ze ook met elkaar op de foto, zoals je bijvoorbeeld hier ziet. Dat van het hele gezin. Omdat ze zo trots waren op hun gezin. En dat kwam ook naar voren in het verhaal. Ja. Vroegen ze, mogen we allemaal op de foto? Ja, natuurlijk. Leuk. Weet je wel? En, mm-hmm. Soms waren mensen alleen op de foto. En, het verschilde heel erg. Ja. En zelf, wat voor studie heb je gedaan eigenlijk in het verleden? Om een beetje over jezelf te hebben ook. Ik heb toerisme gestudeerd. Mm-hmm. HBO toerisme in Amsterdam. En uiteindelijk ben ik in Amsterdam ook blijven hangen. Wat ik dus echt de nummer 1 stad vind van Nederland. Ja. Ik heb daar ook gewoond, altijd en gewerkt. Ja. En mijn werk voorheen, ik heb 13 jaar lang eigenlijk over de wereld gereisd. Mm-hmm. Met de organisatie van zakenreizen. Mm-hmm. Dus ik deed incentive. Dat zijn beloningsreizen voor het bedrijfsleven. Mm-hmm. Ik kwam overal. Van Afrika tot Azië, Europa. Fantastisch, want ik hou van reizen. Ja. Maar ik hou vooral van mensen. Ik hou van culturen. En wat ik graag in die bedrijven wilde laten zien is... je kunt leren van een andere cultuur. Je kunt leren van andere mensen. Mm-hmm. Dompel je even onder in een compleet andere wereld. Ja. Het waren hele luxe reizen. Mm-hmm. Echt... dingen meegemaakt die ik nooit had durven dromen. Mm-hmm. Fantastisch was dat ook altijd, maar mm-hmm. ik vond het altijd heel belangrijk dat er ook iets voor de lokale bevolking gedaan werd. Ja. Je kunt niet als bedrijf zoveel geld spenderen, ergens in een Zuid-Afrikaans land zitten, waar zoveel armoede is en alleen maar in de luxe voor jezelf. Leven daar mm-hmm. een paar dagen en weer weggaan. Mm-hmm. Dus altijd was er wel een aspect in die reis, dat ze bijvoorbeeld een weeshuis bezochten en daar ook een donatie aan gaven. Of zelf de
handen uit de mouwen staken. Dat is ook gebeurd. Scholen gingen schilderen. Dat wilden de Nederlandse bedrijven ook altijd. Ja. Hoor. Die stonden daar heel erg voor open. Ja. En dat gaf toch het gevoel van, nou, ik ben hier niet alleen maar in een roze bubbel. Mm-hmm. Maar ik heb ook even de realiteit meegemaakt. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk. Je hebt in jouw boek allemaal volwassenen geïnterviewd. Ja, in dit geval. Ja, klopt. En ik kan me voorstellen dat je ook in contact bent geweest met jongeren, kinderen. Ja. Die ook wel aan het gesprek zouden hebben deelgenomen. Ja, dat is een hele goede vraag. Het is heel leuk dat je dat opmerkt ook. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Er zaten ook vaak kinderen bij. Nou ja, het is met kinderen natuurlijk. Ze vertelden ook hoe ze zich voelden hier. En mm-hmm. De meeste kinderen vonden het heerlijk hier. Ja. En ze zijn bij hun familie, dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar nou ja, de kinderen zelf die waren wel tevreden. Ja. Spraken weinig eigenlijk over wat ze hadden achtergelaten. Okay. Dat was wel eigenlijk wel heel opvallend. Ze wilden vooral in het nu leven. Ja. Dat hebben kinderen sowieso wel meer. Maar nou, die leven dan in het nu. Mm-hmm. En die staan flexibel in het leven. Misschien is dat wel een hele goede houding. Ja, absoluut. Ja. Kijk, volwassenen hebben vaak al een bagage mee. Ja. Ja. We spreken vandaag met Linda Reinders, journalist en schrijfster. En vandaag praten we over het boek wat ze net heeft gepubliceerd, We Are Aruba. We spreken vandaag met Linda Reinders en die is journalist en schrijfster. En vandaag praten we over haar laatste publicatie, We Are Aruba, wereldse levensverhalen van eilandbewoners. Tijdens het interviewen van deze mensen, je noemde net op dat de gezinnen die liggen je natuurlijk dicht bij het hart. Ja. En ik kan me voorstellen dat hun verhalen ook je heel erg hebben aangegrepen. Klopt, ja. Hoe is eigenlijk na die interviews, dat ze het boek hebben gezien, de publicatie, hoe zijn de reacties geweest? Ja, ontzettend enthousiast. Ja. Echt heel leuk. Mensen zijn gewoon heel blij dat ze erin staan. Vinden het een eer, terwijl ik het een eer vind dat zij deze verhalen hebben verteld. Ja. Ze zijn gewoon heel blij om hun stukje te laten zien, hè? Hun identiteit te mm-hmm. laten zien. Mm-hmm. Ze vonden het ook heel prettig dat er een kaart bij staat waar ze vandaan komen. Zodat mensen ook zien, oh, waar ligt het land? Mm-hmm. En natuurlijk heeft iedereen het hart in zijn land nog liggen. Ja. En dit is toch een stukje van hun land wat erin staat. En daar zijn ze ook trots op. Ja. Ze zijn blij dat ze iets hebben kunnen vertellen over hun eigen land. En hun Jazeker. Afkomst. Ja. Jazeker. Het zijn eigenlijk 74 kleine lesjes over verschillende landen, zeg maar. Precies. Ja. En dan uiteindelijk ook hun leven hier op Aruba. En je noemde net 74. We hebben hier op Aruba meer dan 100 nationaliteiten bijeen. Ja. Toen je met die gesprekken bezig was, voelde je dat men heel erg geïntegreerd was? Dat men zich thuis voelde? Hoe voelde dat aan? Ja, ik had heel erg het gevoel dat de mensen die ik dan in ieder geval geïnterviewd heb, wel echt hier deel uitmaken van de samenleving. Mm-hmm. Ook echt heel goed weten wat Aruba is en wie de Arubaan is. Mm-hmm. Ze hebben allemaal werken, ze fulltime. Ze hebben allemaal hun... Er zijn wel mensen die hier allemaal al wel langer wonen. Ja. Die een plek hebben in de maatschappij. Ja. Mm-hmm. Ik had wel heel erg het idee en ook het gevoel dat zij wel geïntegreerd zijn. Ja, ja. Absoluut. Ja, zeker. Ja. En ik zie ook inderdaad dat je de landen plaatst, dus van welk land ze afkomstig zijn. Ja. En ook hele mooie foto's van hun land van herkomst. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Het zijn eigenlijk impressies, zodat je een gevoel krijgt bij het lezen van het interview. Je ziet de persoon, je hebt een foto van de persoon. Mm-hmm. De persoon is ook aan het woord, dus dan krijg je er een gevoel bij. Je ziet als het ware de persoon praten. Ja. Je ziet waar hij of zij vandaan komt. Mm-hmm. En je ziet een foto van, dan krijg je een gevoel bij het land. Ja. Hè? Guatemala, de marktjes in Guatemala, met de verschillende kleuren. Ja. Italië, de worsten, de wijn. Je krijgt een gevoel bij het land en dat wilde ik heel graag. Want het is emotie. Ja. En emotie kan je visueel brengen. En door tekst brengen. En dat heb ik willen laten samenkomen eigenlijk. Je noemt emotie, dat is heel belangrijk. Het gevoel dat zij ook hebben en of ze zich verbonden voelen met Aruba, et cetera. Mijn volgende vraag is, deze mensen, veel van ze zijn met het gezin gekomen of sommigen zijn ook hier getrouwd? Of dat varieert? Eigenlijk is er... er zijn er ook een paar die hier getrouwd zijn, mm-hmm. die hier verliefd zijn geworden op een Arubaan. Ja. Zo de Cubaanse balletdocenten bijvoorbeeld, die kwam hier dansen in een hotel.
ja. Als Cubaanse ballerina. En is gevallen voor de charmes van iemand, een Arubaan die in dat hotel werkte. Ja. En die zijn nu al jaren gelukkig getrouwd. Ja. Ja, zo zijn er meerdere die voor de liefde eigenlijk op Aruba zijn gebleven. Mm-hmm. En dat is wel heel mooi om te zien ook inderdaad. Ja, dus je hebt veel gemengde huwelijken die er ook in staan. Ja. En de liefde is een gemene deler. En ook de liefde voor het eiland uiteindelijk. Ja. Want ze zijn toch allemaal gebleven ook. Inderdaad. Ja. Heel mooi. Tijdens het verwerken van deze verhalen, je noemde net het verhaal van de Haitiaanse en wat je bij is gebleven en ook van nog wat andere verhalen. Wat is wat je na het schrijven van, of het publiceren van het boek, wat heb je eigenlijk ervan meegenomen? Wat is voor jou qua gevoelens je bijgebleven? Voor mij was heel belangrijk wat ik sowieso wil overbrengen met het boek. Is dat je open blijft staan mm-hmm. voor de mens. Mm-hmm. Dat je niet in hokjes denkt. Dat je niet mensen in hokjes plaatst. En mm-hmm. dat je je niet laat begrenzen daardoor. Weet je, voor mijn instelling is altijd mm-hmm. al geweest. Dat ja, je moet openstaan voor iemand die voor je staat. En dat maakt niet uit waar die vandaan komt. Ja. Wat voor kleur die heeft. Dat maakt niet uit. Ik hang daar geen etiketten. Ik plak daar geen stickertjes op. Mm-hmm. Vooral in deze tijd denk ik dat dat aan het verharden is. Ja. En hoop ik met mijn boek dat mensen zien, hey, wacht eens even, iedereen heeft eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Iedereen is een reiziger op deze wereld en iedereen wil het geluk vinden. Ja. En je kunt niet iedereen over één kamp scheren. Ja. Dat is voor mij al sowieso, had ik die instelling al, maar door deze interviews is dat nog veel duidelijker geworden. Die instelling, heb je het van jezelf of heb je het door je opvoeding? Hoe is dat gekomen? Ja, ik was altijd wel een beetje rebels daarin. Ik had altijd wel zoiets als mensen zeiden, het is zo, of die mensen zijn zo, dacht ik altijd al, dat ga ik eerst wel eens even zelf uitzoeken. Ja. Dat had ik altijd wel heel erg. Ja. Mijn vader was ook zo en mijn vader heeft me ook altijd... heel erg gezegd van je moet niet op iemand neerkijken. Ja. Je moet iedereen beschouw mensen gewoon als persoon. Mm-hmm. En dan mag je je mening vormen. Weet je, in elke bevolkingsgroep zitten mensen die leuk zijn, niet leuk zijn. Slechte mensen, goede mensen. Dat heb je in elke bevolkingsgroep. Dat kun je niet vastgehangen aan een bepaalde groep die uit een bepaald land komt. Ja. Ik denk dat dat een uitgangspunt is voor mij. En dat is door het boek voor mij alleen maar versterkt. Ja. Dus, En denk je dat dat ook invloed heeft op hoe jij zelf ook opvoedt? Ja, absoluut. Ja. Ja. Het is heel grappig, want op een gegeven moment waren we op zoek naar... ik was op zoek naar iemand uit Antigua. Ja. En dat was heel moeilijk. Dus ik hoorde van iemand van een school in San Nicolaas die zei... Er is een choller in Oranjestad en die loopt altijd met een emmer rond en die komt uit Antigua. Ja. Dus toen ben ik met mijn kinderen op de achterbank op zoek gegaan naar een choller met een emmertje in Oranjestad. Ja. Die we tot heden niet gevonden hebben. Oh jee. Maar dat was voor mijn kinderen ook wel heel erg leuk om te doen. Ze vroegen waarom wil je die meneer vinden, mama? Ik zei nou, omdat ik ook iemand wil interviewen die niets heeft. Ja. En ik wil heel graag zijn verhaal weten. Hoe komt hij hier terecht op straat? Ja. En hij komt uit Antigua. Dus mijn kinderen weten nog steeds de choller met het emmertje. Ja. Dus tot op vandaag zijn wij nog steeds, als ze choller zien, op zijn ze nog aan het kijken. Ja. Nou, is dat diegene met het emmertje die uit Antigua komt? Ja. Dus ja, dat is wel... Ja, ik probeer mijn kinderen wel bij te brengen dat er mensen zijn van allerlei rangen en standen, kleuren, afkomst. En dat ze daar niet op moeten beoordelen. Wat voor advies of tips heb je voor de kijkers als zij nu naar het programma luisteren of dit zien? Ze zullen sowieso je boek kunnen lezen. Maar over die instelling, wat voor tips heb je naar ouders toe? Om hun eigenlijk een wijdere blik te geven. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is als je Aruba heeft in... iets unieks mm-hmm. met deze multiculturele samenleving. Mm-hmm. Ik denk als jij op een school komt als Colegio Arubano, mm-hmm. een andere school, je ziet de multiculturele samenleving al onder de scholieren. Mm-hmm. En kinderen zien die kleuren anders eens. Kinderen gaan met elkaar om. Het maakt hun niet uit waar hun vriendje vandaan komt. Mm-hmm. Dus is het als ouders belangrijk dat je dat ook blijft stimuleren. Mm-hmm. En dat je dus niet met bepaalde uitspraken wel die verschillen gaat aantippen en groter gaat maken. Ja. En bepaalde gedachten of bepaalde bevolkingsgroepen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen om in een globalisering is er gewoon. Ja. Dat ze ook gewoon een open mind hebben. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor ouders zeker belangrijk is om dat ook
ja, te blijven stimuleren en dat juist als iets goeds te zien. Ja. Want als een ouder een bepaalde uitspraak doet over een bepaalde bevolkingsgroep, hoort het kind dus. Tuurlijk. En dat is deel van de opvoeding. Ja. Dus dat zou ik ouders willen meegeven. Stigmatiseren dus niet. Niet stigmatiseren. Ja. Nee, absoluut niet. Ja. Ik denk dat je daar nooit verder mee komt. Ja. En ik ben niet naïef. Natuurlijk zijn er ook bepaalde mensen in bepaalde bevolkingsgroepen die het niet goed doen. Je moet streng zijn, je moet regels natuurlijk stellen. Maar ik denk dat het totaal niet helpt wanneer je gaat stigmatiseren en groepen weg gaat zetten in zijn geheel. Ja. Dat is wat ik mee wil geven. Ik zag dat er verschillende publicaties zijn verschenen over jou. Dus in plaats van dat jij in je dagelijkse werk met anderen praat en over hun schrijft, schrijven deze over jou. Ja, klopt, dus ik heb hier gezien Bondia en je hebt hier ook natuurlijk de Njapa, de Amigo. Ja, ja, de andere en kant ook, de verschillende publicaties. Hoe vond je het om zelf eigenlijk geïnterviewd te worden door anderen? Ja, nou, daar moet ik heel erg aan wennen. Ja. In het begin echt heel erg aan wennen. Want ik ben gewoon niet gewend dat men de vragen aan mij stelt. Ik realiseerde me ook opeens hoe moeilijk het eigenlijk is voor degene die tegenover mij zit. Ik ben best vaak een kritisch journalist. Ja. En wat ik me ook heel erg realiseerde is hoe bijzonder het is dat mensen zich zo openen tegenover mij. Ja. Want ik had daar zelf best moeite mee. Ja. Ik had heel erg zoiets, waarom wil je dat van mij weten? Ja. Dus dat heb ik wel ook, daar heb ik zelf van geleerd. Ja. Ook, ja. En een deel van dit programma is ook om meer over jou te weten. Ja, dat heb ik in de gaten, ja. Vandaar de vraag over je studie en om je interesses te weten en wat jou heeft bewogen om dit te doen. Ja, dus inderdaad, toen ik naar Aruba kwam en ik dit werk gedaan heb, 13 jaar lang over de wereld gereisd, had ik zoiets van, toen ik hier kwam, ik moet iets met de multiculturele samenleving doen, want hoe bijzonder is dit? Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. Wat is wat je het mooiste vindt hier op Aruba? Ja, het mooiste vind ik dus inderdaad op de eerste plaats het echt samenleven. Het gewoon over straat lopen en zoveel verschillende culturen door elkaar heen zien. Eigenlijk verwoven zien. Ik kan ook echt elke dag een andere keuken eten eigenlijk hier. Ja. Ik kan in Nederlands ook, maar het is meer opgezet. Ja. Hier is het gewoon spontaan. Het snackje hier. Ja. Dus dat vind ik heel erg leuk. Het is vrij leven. Ja. Daar heerst een hele vriendelijke open sfeer. Dat is ook trouwens wat al die 74 mensen zeggen. Dat vind ik heel bijzonder. Allemaal? Ja. Ja. Ik bedoel, ik denk dat de Aruba niet eens zich realiseert hoe bijzonder dat is. Om op een plek te wonen waar het veilig is, waar het leven zo vrij is en waar iedereen over het algemeen vriendelijk met elkaar omgaat. Ja. Het stopt hier nog voor je met het oversteken. Mensen groeten elkaar. Mm-hmm. Ja, dat is misschien heel normaal voor mensen die hier geboren en opgegroeid zijn. Mm-hmm. Maar geloof me, dat is niet heel normaal. Want in Nederland gebeurt dat echt niet overal. Ja. Er is geen chagrijnigheid op een of andere manier. En dat doet de zon natuurlijk ook. Ja. Maar ik denk ook dat het heel erg komt door de open houding. Ja. Ja, van de mensen. Live and let live. Live and let live. Dat is een mooie spreuk. Ja. En als laatste, tijd gaat zo snel. Ja. Kunnen we vooruitkijken misschien naar andere publicaties? Dit is net uit, ik begrijp het. Ja, ik heb begrepen dat je het ook in het Engels hebt, in het Nederlands. Ja, dus, dit is de Engelstalige versie. Die komt vanaf volgende week komt die eigenlijk in de boekhandels. En de Nederlandse boeken die liggen nu al in de boekhandel. Mm-hmm. Ik heb nog veel plan. Ja. Ik hoop dat het hier niet bij stopt. Ja. Ik kan er nog niet meer over zeggen nu, maar als het aan mij ligt, blijf ik schrijven en blijf ik doorgaan met de mens in de picture zetten. Ben je van plan om dit ook onder de scholieren en de kinderen eigenlijk bekend te maken of eigenlijk introduceren? Ik sta absoluut open om bijvoorbeeld te komen voorlezen op scholen uit dit boek. Ja. Dat er verhalen zijn die voor kinderen ook interessant zijn. Ja. En ook het voortgezet onderwijs. Dus ik zeker dat het bij maatschappijleer of een Engelse les of Nederlandse les een keer iets anders is dan, dan de teksten die je doorgaans misschien behandelt. Ja. Dus dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat, jazeker. Als dat zou kunnen gebeuren. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En ik hoop natuurlijk dat dit niet het eerste en laatste interview is. We kijken vooruit naar nog meer publicaties. En in ieder geval heel veel succes met We Are Aruba. En ik hoop dat je natuurlijk iedereen bereikt en ook veel jongeren. En dat men dan zich van nog meer bewust wordt van wat wij te bieden hebben als Aruba. Hartstikke bedankt. Dankjewel, Linda.